Welkom bij de presentatie voor ouders van de leerlingen van leerjaar 6 van Gymnasium Novum. Graag loop ik met u door het programma. We starten met een voorstelrondje, kijken vervolgens kort naar het examenjaar. Wat is daar nu specifiek aan? We gaan kijken naar de activiteiten omtrent loopbaanoriëntatie. De examenvoorlichting die leerlingen hebben gehad is gericht op wat moet je doen als leerling en wanneer ben je geslaagd. En uiteindelijk krijgt u ook nog even kort informatie over de examentrainingen van Liceo. Goedendag. Sinds dit schooljaar ben ik rector van Gymnasium Novum en ik wil mij graag kort aan u voorstellen. Mijn naam is Michel Zorgen, vader van 3 kinderen en woonachtig in Den Haag. Ik kom oorspronkelijk uit Delft, heb in Den Haag op school gezeten en in Leiden en Amsterdam gestudeerd. Ik ben in het onderwijs begonnen als geschiedenisdocent en heb de afgelopen jaren als afdelingsleider en conrector leiding gegeven op een grote scholengemeenschap. Gymnasium Novum is een school waar leerlingen een brede basis krijgen, passend bij een categoraal gymnasium en waar ze vervolgens hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Ik kijk ernaar uit om met medewerkers, ouders en natuurlijk de leerlingen samen te werken om de komende jaren het onderwijs hier verder vorm te geven. Maar ik ben me er ook bewust van dat een school een fijne en prettige plek moet zijn voor kinderen, zeker in deze onzekere tijd. En wij zullen er ook alles aan doen om de komende tijd prettig en veilig voor uw kind te maken. Nou, ik wens u een goede tijd toe met de kennismaking met de mentor. En die kunt u uiteraard altijd benaderen als er dingen zijn over school. Fijne dag. Ik ben Harm Lelieveld, afdelingsleider op het Gymnasium Novum en ga over leer 5 en 6. Daarnaast stuur ik 1/3 van het docententeam aan en heb binnen de schoolleiding de portefeuilles formatie en begroting. Ga natuurlijk over het onderwijs binnen de afdeling. En daarnaast ga ik ook nog over werving en ICT. In dit coronajaar moeten we de informatie op een andere manier bij u zien te krijgen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit filmpje ook nog wel wat vragen oproept. Gaan de vragen over individuen, dan verzoek ik u om eerst contact op te nemen met de tutor. Zijn er andersoortige vragen, dan kunt u uiteraard ook contact hebben met Sigrid Haaksma of met mij. En ik hoop dat deze PowerPoint wat duidelijkheid zal geven over welke belangrijke punten er in leerjaar 6 nog aan de orde komen. Voorstellen. Mijn naam is Sigrid Haaksma, ik ben leerlingcoördinator van leerjaar 5 en 6. Dat wil zeggen dat alle individuele leerlingzaken die niet via de tutor kunnen, die gaan via mij. Denk aan verlofaanvragen, op het moment dat een leerling uit de les verwijderd wordt, dan wordt hij naar mij gestuurd. En uiteraard bespreek ik ook leerlingzaken als dat nodig is met de tutor of indien nodig met de zorgcoördinator. Ik ben ook examensecretaris, dat wil zeggen dat ik op school alles omtrent het centrale examen coördineer. Ook op het moment dat een leerling gespreid examen doet of vervroegd examen, dan gaat dat ook via mij. En last but not least ben ik biologiedocent en momenteel geef ik les aan een vijfde klas en aan een zesde klas. En dat zijn wel zo'n beetje de taken die ik hier op school uitvoer. Graag kijk ik met u naar het afronden van het schoolexamen en welke activiteiten daar nog verricht gaan worden. En kijken we vooruit naar het centraal examen dat er hopelijk dit jaar wel zal zijn. Om het jaar goed te laten verlopen is de controle op absenties ook erg belangrijk. De dames Martinez en Trijsburg die zijn bereikbaar op administratie@gymnasiumnovum.nl en aan u de vraag om uw zoon of dochter af te melden op het moment dat dat nodig is. Ook als hij of zij 18 geworden is. Hier nog wat specifieke regeltjes in een overzicht. En op de jaaragenda die op de website staat vindt u de belangrijke data. Ik wil daar 1 datum uithalen en dat is de datum van 10 december waarop de presentaties van de profielwerkstukken zullen plaatsvinden. Leerlingen en een docent zullen in een lokaal aanwezig zijn. U kunt dat volgen via een link via Google Meet. Aangezien wij in verband met de coronamaatregelen het niet wenselijk achten dat we in grote groepen in lokalen zullen gaan zitten. Hopelijk daar uw begrip
We betreuren het ook dat het niet op een andere manier kan, maar we denken op deze manier toch u daar iets van te kunnen laten meemaken. Ik wil met u kijken naar loopbaanoriëntatie, iets wat begeleid wordt op Gymnasium Novum door zowel tutoren als de decanen. De tutoren zijn degene die de gesprekken over loopbaanoriëntatie met de leerlingen voeren. De decaan ondersteunt deze tutoren of zal met leerlingen spreken op het moment dat het allemaal wat moeizaam verloopt. Als de keuzes maar niet gemaakt kunnen worden. De decanen hebben altijd dan wat extra tools om toch het gewenste resultaat te bereiken. Er zijn verschillende studiekeuzeactiviteiten die door universiteiten worden georganiseerd. De decaan zal u daar middels een nieuwsbrief van op de hoogte houden. Er is wat veranderd in 2017-18 ten aanzien van de regelgeving als het gaat om toelating op universiteiten. Er is geen centraal lotingssysteem meer zoals dat vroeger was. Er is een inschrijving die vervroegd is naar 15 januari. Dat is dus sinds 2017, 15 januari. En dat geldt voornamelijk voor de studies die een numerus fixus hebben. Het is dus gewoon verstandig om een keuze te maken voor 15 januari en die dan ook vast te leggen. Universiteiten kunnen daar hun eigen systematiek op toepassen, wie zij gaan selecteren. En dat kan soms zijn een cv of met een motivatie, andere keren is het een uitgebreide test. Daarna kan er ook nog iets van matching of een keuzecheck plaatsvinden. Het is belangrijk dat de inschrijving gebeurt in StudiLink. En daarvoor is een DigiD nodig. Dus mocht uw zoon of dochter nog geen DigiD hebben, dat hebben we hen ook verteld, dan is 15 januari echt een heel erg belangrijk moment om dat in ieder geval in orde te hebben. We hebben dit opgenomen in de presentatie om ook uw rol te belichten. Het LAC zegt daar het volgende over. Ze hebben onderzoek gedaan en met dit als uitkomst. Zo ziet u dat u een hele belangrijke rol kunt spelen in de studiekeuze van uw kind. In dit stuk van de presentatie laat ik u zien wat de leerlingen aan het begin van het schooljaar hebben gezien. De voorlichting over het centraal deel van het examen, wat dus in mei 2021 zal gaan plaatsvinden. Het examenjaar in het kort zal verdeeld zijn over drie perioden van het schoolexamen. Er zullen luistertoetsen worden afgenomen. Ik vertelde zojuist al iets over de profielwerkstukpresentatie. De aanvang van het centraal examen op 17 mei. En vervolgens hebben we een uitslag van het eerste tijdvak op 16 juni. Op de website onder de downloadspagina staan de documenten die wat meer informatie, nog specifiekere informatie zullen geven. Dat is altijd te raadplegen als naslagwerk. In magister staan alle schoolexamencijfers vermeld. En leerlingen hebben een controle gedaan op de schoolexamencijfers van leer 4 en leer 5. En die zijn geaccordeerd of die zijn door de leerlingen gecontroleerd. Eind april zal dat nog een keer moeten gebeuren voor de behaalde cijfers in leer 6. Als je je schoolexamen hebt afgerond, mag je deelnemen aan het centraal examen. En afronden van het schoolexamen betekent wel dat het profielwerkstuk is afgerond, alle onderdelen in het PTA, het programma van toetsing en afsluiting, afgesloten moeten zijn, afgerond moeten zijn. En de handelingsdelen die daar ook in staan vermeld, moeten ook voldaan zijn. Hier ziet u de data van de centraal examens. Zowel eerste als tweede tijdvak. Het tweede tijdvak wordt meestal gezien als de herkansingsmogelijkheid, maar zou ook bij ziekte de eerste mogelijkheid van de door ziekte gemiste toetsen kunnen zijn. Het derde tijdvak wordt alleen gebruikt als een leerling in het eerste en tweede tijdvak nog niet alles heeft kunnen maken of in het tweede tijdvak door ziekte toets heeft ingehaald. Dan is er een derde tijdvak in augustus op een andere locatie. Kandidaten moeten beschikbaar zijn tot en met het tweede tijdvak. Wij vertellen dat de leerlingen altijd, omdat vakanties tijdens het tweede tijdvak geen excuus zijn om gebruik te mogen maken van het derde tijdvak.
Ons centraal examen zal worden afgenomen in onze nieuwe sporthal, de Novum Maartenshal. Leerlingen die dyslectisch zijn, die hebben wat extra mogelijkheden om wat comfortabeler door dat examen heen te gaan. Ze mogen een laptop gebruiken bij toetsen, dus ook bij de centraal examens, en krijgen 10 minuten per klokuur aan tijdsverlenging. Het is door ons ook verplicht dat zij bij het examen Nederlands deze laptops gebruiken, aangezien zij een spellingscontrole mogen gebruiken en dat dus voordelen oplevert. Veel leerlingen vragen zich af aan het begin van zo'n examenjaar waar ze nu allemaal gaan oefenen voor dat examen. Het is heel aantrekkelijk om allerlei examentrainingen te boeken, om je op de meest ideale manier voor te bereiden op dat examen. Maar ze vergeten vaak dat in de individuele lessen, in de lessen door vakdocenten, er ook heel specifiek op examenvaardigheden wordt getraind. Dus vandaar mijn eerste bullet, op school, bij de vakken, daar vindt de examentraining plaats. De examenbundels die helpen ook om beeld te geven, om te laten zien hoe zo'n examen er nu uitziet in de afgelopen jaren, maar ook waarschijnlijk in het komend jaar. De examentrainingen extern, die voegen natuurlijk nog wel wat toe. Ook hier geldt vreemde ogen dwingen. Wij hebben in april een aantal examentrainingen voorzorgd door Liceo. Heel belangrijk, wat is nou de slaag-zakregeling voor het centraal examen? Nou, daarbij geldt dat het gemiddelde genomen wordt van de schoolexamens en de centraal examens voor alle vakken. En als dan geldt dat alles voldoende is, dan is een leerling geslaagd. Maar er zijn ook situaties waarbij de cijferlijst wat minder mooi is of wat hiaten laat zien. Dat kan toch betekenen dat deze leerling geslaagd is. Namelijk met 1,5 ben je geslaagd. Heb je een 4 of 2 vijven, dan moet je die kunnen compenseren. Het gemiddelde moet dan een 6,0 zijn. En heb je een 4 en een 5, ook dat mag. Maar dan moeten er 3 compensatiepunten in de andere vakken zitten. Dus ook weer gemiddeld 6. Bij de slaag-zakregeling is ook nog van toepassing dat er binnen de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde maximaal 1 5 als eindcijfer gescoord mag worden. Een 4 is dus per definitie niet genoeg om te kunnen slagen. Het centraal examen moet een gemiddelde van 5,5 kennen. Dat is een tweede extra eis. En ter opmerking, het is niet mogelijk om allerlei extra vakken ter compensatie te laten dienen, maar ze worden wel meegenomen op de cijferlijst. Het hoogste extra vak, het vak in de vrije deel om precies te zijn, zal meetellen als compensatiecijfer. De overige vakken worden wel vermeld op de cijferlijst. Leerlingen die cum laude willen slagen, moeten een 8 gemiddeld staan. En dat is inclusief het zogenaamde combinatiecijfer. Er mogen geen cijfers lager dan 7 staan. En bij meerdere vakken telt alleen het hoogste cijfer mee voor de cum laude regeling. Het combinatiecijfer bestaat uit de volgende vakken op Gymnasium Novum. Religie, cultuur en samenleving, een school-eigen vak. Maatschappijleer en het profielwerkstuk. De cijfers voor deze vakken worden eerst tot op een heel cijfer afgerond en vervolgens nogmaals afgerond om tot een cijfer, eindcijfer te komen. Dus het combinatiecijfer komt tot stand bij dubbele afronding van de losse onderdelen. Even een aparte opmerking over inhoudtoetsen. In ons schoolreglement staat dat inhoudtoetsen op een door de school gekozen moment worden ingehaald, met nadruk op één moment. Dat is in principe de volgende toetsweek. Wij realiseren ons alleen dat tijdens corona de aantallen misschien nog wel eens zouden kunnen oplopen. En dat we daarvoor dan een andere regeling moeten gaan toepassen. Een voor de leerlingen een gunstiger regeling. En in een aantal gevallen hebben we dat dan moeten doen. Algemene informatie over de centraal examens en over examens zijn op examenblad.nl te vinden. Een hele handige website. Daar staat ook informatie per vak. Staan oude examens, staan correctiemodellen, staan zelfs beoordelingsmodellen, hoeveel punten welk cijfer oplevert. En op het CITO vindt u de overige informatie over dit onderwerp. Binnenkort ontvangt u een
uitnodiging van Liceo voor de examentrainingen. U kunt daar voor uw zoon, dochter een examentraining boeken. Op deze manieren doen. Het is een optimale voorbereiding voor het school- en het eindexamen. Nou, in dit geval dan voor het eindexamen, want wij hebben ze gepland in april. Het geeft een overzicht over over de hele lesstof. En ja, er zal in kleine groepen gewerkt worden. Dit vindt plaats naast de examentrainingen die door onze eigen docenten worden gedaan in die laatste weken van april. En ja, we zijn op zich zeer tevreden over hoe Liceo dat aanpakt. Wij hebben dat gemeente moeten aanbieden voor wiskunde A, wiskunde B en Latijn. En we kijken nog of de leerlingen van Grieks hier ook behoefte aan hebben. Een minimum aantal aanmeldingen per vak zal 5 moeten zijn. Dus we moeten even kijken hoeveel mensen daarin geïnteresseerd zijn. En deze training die wordt deels door ons gefinancierd. Maar er blijft een restbedrag over van €99. Wat dus het gereduceerde tarief is. En u ontvangt binnenkort de aanmeldlink vanuit de school. Maar dat is dus een link naar de website van Liceo. Op de laatste sheet ziet u nog oudercontactavond. Dit was de presentatie die wij van plan waren aan u te geven op een contactavond. Ja, dat is toch een veel leuker moment om met u in gesprek te gaan. Ik kan me zo voorstellen dat er nog vragen zijn. Heeft u die, neem vooral met een van ons contact op. En u kunt ze natuurlijk ook altijd nog even met uw zoon of dochter bespreken. Ik hoop dat deze PowerPoint voldoende informatie biedt. En hopelijk kunnen we elkaar snel een keer spreken. Het liefst natuurlijk bij de diploma-uitreiking. Tot dan!